Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ja, je zag het al in de titel. Ik wilde jullie even een update geven over de Michael Kors smartwatch. Ik heb namelijk een paar jaar geleden een review video gemaakt. Toen had ik het net nieuw. En ik krijg nog dagelijks vragen of opmerkingen over die video. Dus ik wilde graag nog even op terugkomen. Vandaar dat ik even een korte video tussendoor upload. Dus voor iedereen die dat boeiend vindt, blijf vooral kijken. En anders klik je lekker weg. Maar een paar jaar geleden wilde ik dus heel graag een smartwatch. En ik vond het wel heel leuk om met steentjes te hebben. En een beetje echt een girly watch, zeg maar. Een beetje over de top. En zo kwam ik bij Michael Kors uit. Ik heb toen wel research gedaan of die ook met iPhone goed werkt. Omdat het officieel een app is die op Android het beste werkt. Nu bleek op internet dat er stond dat het met iPhone prima kon. Dus dat die compatible is met de iPhone. En ja, aan de hand daarvan heb ik hem toen gekocht. En ik moet zeggen, ik vind hem echt nog steeds heel erg mooi. Je kan ook allerlei wijzerplaten veranderen en zo. Ik zal trouwens even de video linken in de beschrijving, mocht je hem niet gezien hebben en wil je het zien. Maar ik merk gewoon dat nog steeds mensen die video kijken, omdat ze er toch op zoeken. Omdat mensen het wel een mooi horloge vinden. Maar om eerlijk te zijn zou ik hem niet aanraden als je een iPhone hebt. Ik merkte gewoon zelf dat hij continu de verbinding met mijn mobiel kwijt was. Het was al zo erg. Hij moest bij wijze van spreken in mijn achterzak zitten. Maar als hij ergens anders in de ruimte lag en ik liep net ver weg of ik liep even naar boven, was de verbinding weg. Daarnaast moest je ook de app altijd open hebben staan. Dus ja, ik weet niet hoe je dat kan uitleggen. Je kan natuurlijk al die dingen die openstaan, kan je dan weggooien op de iPhone. Dat je ze naar boven zwaait. Ik noem het altijd die multitask dingetjes, zeg maar. En op het moment dat je bijvoorbeeld al je apps ging sluiten en je was iets te spontaan en je had dan ook net die app gesloten, dan was je ook meteen de verbinding kwijt en dan was die niet meer verbonden met je iPhone. Dan moest je opnieuw die app opstarten. Dat vond ik al super irritant. Maar daarnaast wat ik zeg, als je naar boven ging bijvoorbeeld, dan was de verbinding alweer weg. Dan moest je weer opnieuw op een knop drukken om verbinding te maken. Ik vond het niet fijn werk, om eerlijk te zijn. Ik heb het wel een hele tijd gedaan. Dan gebruikte ik hem gewoon als horloge, want ik vond hem wel heel mooi. Maar ja, daar is die natuurlijk eigenlijk niet voor. En ik merkte gewoon dat ook appjes en dat soort dingen, ja, eigenlijk kwam die alleen maar binnen als je telefoon in je achterzak zat. En juist in mijn werk als kapster vind ik het handig dat mijn mobiel achter ligt. En dat ik mijn horloge om heb, dat ik kan zien als het kinderdagverblijf belt of wat dan ook. Weet je wel, de belangrijke dingen, die wil ik doorkrijgen. En dat kon dus eigenlijk niet. Dus ik vond het niet zoveel meerwaarde hebben. Want als je telefoon in je achterzak moet, ja, dan kan je net zo goed dat horloge thuis laten natuurlijk. Daarnaast dus die verbinding die iedere keer wegviel. Ik ken iemand die heeft ook een Michael Kors smartwatch en die heeft Android. Bij haar werkt die verbinding wel heel goed, maar wat ik daarvan weer hoorde is dat die iedere keer afvalt. Dus dat de schakel, het slotje niet goed klikt. Dat kan natuurlijk een foutje zijn, maar ik vind het wel toevallig dat daar dan ook weer wat mee is. Weet je wel, ik weet niet of dat voor iedereen, ja, of dat zo is bij al die horloges. Maar ja, dat zou je zelf moeten testen mocht je dat fijn vinden. Maar ik krijg dus nog steeds heel vaak de vraag van, goh, kan je dingen inspreken? Kun je antwoorden op WhatsAppjes en dat soort dingen? De waarheid is dat ik hem al heel lang niet meer gebruikt heb, omdat ik hem echt niet fijn vond. En ik heb sinds kort gewoon de Apple Watch. Nu een zwart bandje, maar ik heb allerlei bandjes op Ali besteld. Dus ik wissel ook heel vaak in de bandjes, andere kleurtjes en zo. Hier kan je ook natuurlijk hartstikke leuke achtergrondjes en dingetjes voor kiezen. Maar dit werkt gewoon super, weet je wel. Overal waar ik in huis ben, ik heb overal verbinding met mijn iPhone. En als ik bijvoorbeeld op de zaak even het vuil weggooi, dan is hij natuurlijk even de verbinding kwijt. Maar zodra je binnenkomt, klik, is hij weer verbonden. Je hoeft daar niks voor te doen. Je hebt er geen omkijken naar. Ook als iemand een appje stuurt, dan kun je gewoon met de spraaktoets kun je gewoon dicteren. En dan typt hij het uit, zeg maar. Dus dan kun je even snel antwoorden. Je kan je mailtje zien. Alles kun je zien. Dus misschien niet het uiterlijk van een Michael Kors horloge, maar wel veel fijner. Dus ik wilde jullie toch die update geven. Want ik zou het zonde vinden als jullie door mijn video een miskoop gaan. Heb je iPhone? Niet doen. Jammer. Jammer, koop maar een Michael Kors tas of mooie schoenen, maar niet het horloge. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Mocht je nu zelf ervaring hebben met Michael Kors smartwatch, laat het even weten. Hè? Want misschien heb ik toevallig net pech gehad. Dus mocht je een andere ervaring hebben, deel hem gerust hieronder. Want ik denk dat hier mensen wel op deze video uitkomen die van plan zijn hem te kopen. Misschien kun je iemand helpen door of juist iets af te raden. Dat woord zocht ik.
Nee, misschien kun je mensen helpen door iets af te raden en kun je ze geld besparen. Dus mocht je tips hebben of ervaringen willen delen, doe dat vooral hier onder deze video. En ik ga snel een kapselvideo opnemen.